The granddaddy of PR. The granddaddy of spin. Mediaspecialist Tony Broekhuizen kwam op het idee om de communicatiebijbel uit 1928 propaganda te vertalen. En Tony is vandaag onze studiogast. Tony, welkom. Dank je wel. Ik gaf het al aan, 1928, communicatiebijbel van toen, andere tijden. Ja, waarom? Tijdje terug. Waarom? Ja, tijdje terug. Ik gebruikte het boek al jaren. Ik kende het boek. De eerste keer dat ik het las, nou, dat zal ergens rond 2000 geweest zijn. Ik was zo verbaasd. Ik was zo verbaasd over de inhoud. Want feitelijk schrijft Bernays over onze wereld, zoals we hem nu zien. En dat was de ene verbazing. Gewoon, hè, de inhoud van het boek. Ja. Hij voorzag de aandachtseconomie. En nog meer dan in 2000, 20 jaar later, is die aandachtseconomie volop om ons heen aanwezig. De tweede verbazing is heel simpel. Hij was niet vertaald. Nou goed, een paar jaar geleden had ik iets meer tijd. Of een jaar geleden moet ik zeggen. Eerst nog een tijdje de rechten proberen te verkrijgen. Met de dochter van Bernays gebeld in New York. De goede dame is 89 jaar oud. Werkte voor Harvard. En had haar telefoonnummer gewoon op het internet staan. Dus zo ben ik aan de rechter gekomen. Nou ja, en een zomerlang in Frankrijk schrijven aan het voorwoord. Ja. Want Bernays, je hebt die naam al een paar keer laten vallen. Ja. Dat is Edward L. Bernays. Vertel eens wat meer over die man. Wat was dat voor type? Bernays zet zichzelf en wordt ook zo gezien in Amerika als de granddaddy of PR. Kijk. De granddaddy of spin. Ik bedoel, daar zijn heel veel mooie woorden voor. Dat had een aantal oorzaken. Bernays werd 103 jaar oud. Dus hij was degene van die generatie die dat allemaal heeft opgezet, die dat heeft overleefd. Zal ik maar zeggen, de rest was al lang begraven. Bernays was een volle neef van Sigmund Freud. Okay. Dus een hele bijzondere man eigenlijk ook wel, althans qua familieafkomst. Ik ben er zelf van overtuigd dat Sigmund Freud nooit zo beroemd en bekend zou geworden zijn zonder zijn neefje. Hij groeide op in Amerika, op eenjarige leeftijd vanuit Wenen naar Amerika gegaan. En ja, interessant aan Bernays is dat hij zou eigenlijk zijn vader opvolgen in de graanhandel. Nou, daar had hij helemaal geen zin in, graanhandel. Hij zag veel meer in publiciteit. En met mensen omgaan en goed babbelen. Dat kon hij ook heel goed. Dus hij startte gewoon met een persagentschap in New York. En dan hebben we het echt over de tijd voor de Eerste Wereldoorlog. Vrij lang geleden. In de Eerste Wereldoorlog sloot hij zich aan bij het Amerikaanse leger. Maar hij had platvoeten en hij was veel te klein. Dus kwam hij bij de propagandaafdeling terecht. Daar valt het woord, propaganda. Daar valt het woord. Ja. En dat heette ook gewoon allemaal nog echt zo. Ja. Ja. Daar heeft hij heel veel geleerd. En uiteindelijk is hij, na de Eerste Wereldoorlog, is hij gewoon met een eigen bureautje begonnen. En wat we nu, zeg maar, public relations noemen. Bernays dus als grondlegger eigenlijk, in die jaren 20 van de vorige. Ja. Als grondlegger van public relations. Ja. Dan lees jij dat boek, dan zie je voorbeelden. En dan denk je dat had 2 weken geleden geschreven kunnen zijn. Ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja. Kun je wat voorbeelden geven van die trucjes van Bernays van toen? Ik zou bijna zeggen, het stikt ervan natuurlijk. Want die goede man werd dus 103. Ja. En stond op zijn 100ste nog in 1995 was dat. Stond hij nog voor een zaal met 1000 PR-functionarissen. Er was een vleesfabrikant ergens in New Hampshire. En die vleesfabrikant, daar ging met name de verkoop van bacon ging niet zo goed. Dus die bellen met Bernays in New York. En die zeggen van, kan je daar wat aan doen? Beechnut Package Company heette dat. Kan je daar wat aan doen? Kan je mensen meer bacon laten eten? Nou, dan kan je natuurlijk zeggen van, hey, verkoop meer bacon. Het is gezond en hartstikke goed voor je. En lekker, et cetera, et cetera. Nee, dat deed hij niet. Bernays die ging naar zijn dokter toe, zijn eigen huisarts. En hij zei van, is bacon gezond voor mensen? Nou, dan zegt hij, ja, hangt er vanaf. Genuanceerd antwoord. Hield Bernays niet heel erg van.
Dus hij zei, nou, maar is het beter dan een zoet ontbijt, een hartig ontbijt? Dat was een betere vraag. En toen kwam het antwoord eruit, ja, een hartig ontbijt is veel beter. Wat deed hij? Een enquête onder 4500 artsen in Amerika. Die stelden diezelfde vraag. Ja, wij weten nu al wat er allemaal gaat komen. Dat was in die tijd echt hartstikke nieuw. Je maakt een enquête. Je weet eigenlijk al wat de uitkomst is. Ja. Namelijk, hartig ontbijt is beter dan een zoet ontbijtje. Een licht ontbijtje. En vervolgens maak je daar een persbericht van. En je begrijpt, de consumptie van bacon en eggs, die ging als een idioot omhoog. Precies. En Bernays, zijn bureau, zorgde voor de artikelen die allemaal in de tijdschriften terechtkwamen. Hij zorgde ervoor dat het in het radionieuws kwam. Hè? Het is de begintijd van de radio. En op die manier ja, wist hij dat dan ja, te manipuleren eigenlijk. Hè? En laten te we promoten. En wat laten we vooral niet vergeten, dit is heel erg aan het begin van de vorige eeuw. En daarna zijn de baking en ergens zelfs ontbijt natuurlijk in Amerika geboren. Ja. Dit soort trucjes zien we, met alle respect, anonu natuurlijk ook steeds meer gebeuren. Jij bent werkzaam in de media, je hele leven al. Ja. Wat kom je in de tijd van nu daarvan tegen dat je denkt van wacht even, dit doet me aan Bernays denken? Nou ja, hele simpele dingen, weet je wel. Oral-B wordt door tandartsen aanbevolen. Ja, tuurlijk. Weet je wel, ja. Nou goed, tegenwoordig hoeven we dat allemaal niet zo heel erg meer uit te leggen. Wat Bernays ook heel erg gepropageerd heeft is, ja, je hebt bekende mensen. En bekende mensen die trekken sowieso natuurlijk de aandacht. Dus link je product aan een bekend iemand. Nou, daar hoeven we voorbeelden genoeg. Ja, ik moet even heel even denken aan, wordt ook fraude meegepleegd. Ik moet even denken aan John de Mol en Jeroen Pauw. Met die Bitcoin-affaire op social media, dat mensen zogenaamd op advies van dit soort bekende Nederlanders Bitcoins gingen kopen, bleek allemaal fraude te zijn. Maar het werkt dus nog steeds. Ja. En heel goed ook. Ja. 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 Dan was Bernays ook in die tijd niet zo vies van fake news. En dat is natuurlijk ook een term die ongeveer 100 jaar later weer volop op de kaart staat. Met dank onder andere natuurlijk aan Trump in de USA. Ja. Hoe zie jij dat anno nu? Nee, Bernays is denk ik ja, de uitvinder ervan. Ja. Kijk, wat hij heel goed zag. En dan ga ik toch wel even naar het begin van zijn carrière. Toen was er een Italiaanse operazanger die Caruso heette. Nu ontschiet me natuurlijk zijn voornaam heel even, maar mijn operakennis is ook redelijk beperkt. Maar Caruso die kwam in Amerika aan voor de Eerste Wereldoorlog. En wat zag hij? Dat heeft hij later in zijn biografie ook geschreven. Een biografie van 870 pagina's, by the way, maar goed. Wat zag hij? Dat mensen overal op treinstations, stapte Caruso uit, Enrico Caruso, en stapte hij op zo'n perron uit. En natuurlijk had hij ervoor gezorgd dat er een ontvangstcomité was met een burgemeester. En hè, dat doen we tegenwoordig allemaal. Moest natuurlijk wel een beetje fanfare omheen gemaakt hebben. Maar wat hij zag was dat al die mensen die dan ja, langs liepen of op hun paard langskwamen, de eerste auto's, dat die ook gingen kijken en mee gingen klappen. Precies. Dus eigenlijk dat, ja, nu zouden we dat conformisme noemen, daar maakt hij heel vaak gebruik van. Je boek is waanzinnig goed ontvangen. Ja. Je zult ongetwijfeld veel marketing-communicatie-mensen hebben gesproken en een eerste reactie hebben ontvangen. Hoe wordt het ontvangen in de branche anno nu? Want je zult maar werken in PR, communicatie, media, marketing, sales en zo met je neus op de feiten worden gedrukt uit 1928. Nou, de meeste mensen zijn denk ik net zo, en dat vind ik natuurlijk leuk, doet me goed, maar die zijn net zo enthousiast als ik. Ja, ja. En die, kijk, ik bedoel, ik heb er een beetje een lang voorwoord voor geschreven, gewoon om aan te geven wie Bernays was. Het boek zelf is natuurlijk toch wel in die tijd geschreven, daar moet je je niet in vergissen. Een beetje plechtstatig taalgebruik. Ik heb dat natuurlijk wel naar nu proberen te vertalen. Maar dus ja, het is wel een oud boek. Het is van 90 jaar oud. Maar ja, wat voor reacties krijg je dan? Mensen vinden het ja, verbazingwekkend. Heel weinig mensen weten dat dat soort dingen al zo lang bestaan. Zo simpel is het. Kijk, in zijn tijd was radio, dat was en zo schrijft hij er ook over, dat was het nieuwe medium. Maar vul maar internet in en klaar. En dat schrijf ik ook in mijn boek. Ik denk dat
Bernays als geen ander zou inzien wat de kracht is van Facebook. Hè, conformisme, ik doe hetzelfde als jij, like. Hij was helemaal losgegaan, dat weet ik zeker. Hij had dat soort dingen, maar dat haal je ook gewoon uit dat boek. En heel veel collega's, mensen die het lezen, die beginnen daar ook over. Die zien dat ook allemaal. Dus dat is, dat is super. Ja, heeft het jouw persoonlijke kijk ook veranderd op alles wat PR met name is? Nou, wat ik vooral leuk vond in het onderzoeken van zijn leven, is dat je toch wel anders gaat kijken. Kijk, voor mij was het gewoon een heel instructief boek, jarenlang. En dan sta je ergens voor de klas en met mensen te praten en dan zeg je, ja, Bernays zei dat al, bla bla bla. En dat was meer een gimmick. Maar nu ben ik zijn leven en eigenlijk ook die tijd goed gaan bestuderen. En wat me eigenlijk het meest verraste is dat het gewoon het begin is van wat we nu het consumentisme noemen. Dus dat eigenlijk die hele PR en het verhalen vertellen over producten, het linken van een product aan een persoonlijkheid, beroemdheid, dan wel aan een tegenwoordig zouden we zeggen aan welke types gaan dit kopen. Dat is allemaal in die tijd verzonnen, maar het had ook wel een reden. Het was gewoon puur omdat de industrie op dat moment natuurlijk overging op massaproductie. En waar het vroeger nog gewoon, je gaat naar de kleermaker en je vraagt om een pak. En dan hebben we het over 1910. Precies, ja. Was het in 1920 natuurlijk al meer van, hey, massaproductie. Dus die pakken moesten gewoon, bam, verkocht worden. Tony gaf al aan, er staan waanzinnig veel voorbeelden in. Laten we er nog eentje pakken. Okay. Een mooi voorbeeld over het licht, de lamp. Hoe Bernays dat oppakte. Ja. Ja, zeker, zeker. Nou, in zijn tijd, dan heb je het over 1929, bestond het elektrische licht 50 jaar. En ik zal je niet vermoeien met iedereen die zich daarmee bemoeide. Henry Ford en uiteraard de ontdekker van het elektrisch licht, wiens naam is natuurlijk precies, Edison. Ja. Iedereen bemoeide zich daarmee. Maar goed, hij was dan weer zo slim om te zeggen, ja, het is leuk. Maar dat gaan we gewoon, daar maken we een feest van, nationwide, coast to coast. Weet je. Bernays was van het grote gebaar. Dat kreeg hij ook allemaal voor elkaar. Dus wat gebeurde er op die dag? Hij zorgde ervoor, überhaupt dat de president van Amerika, Hoover op dat moment, ook naar Chicago kwam om bij de inhuldiging van Edison aanwezig te zijn. Hè, bij de festiviteiten eigenlijk. Nou, dat was natuurlijk toch wel een dingetje. De president die dat soort, die zo'n festiviteit. Dat lukte hem ook dus nog, hè, om die daar te krijgen. Absoluut, was hij ook apen trots op. Dat was sowieso wel een ijdele man, maar goed, terecht ook misschien wel. Hij zorgde ervoor dat er een herdenkingszegel kwam bij de Amerikaanse post, bij de US Post. Dus dat was voor het eerst dat zoiets bedacht werd. Je maakt een herdenkingszegel. Ja, wij denken nu allemaal, eigenlijk. Ja, ja. Maar dat, het was nieuw. En wat ik het meest waanzinnige eigenlijk vind, is dat ze speelden de ontdekking van het elektrische licht na. Met Edison erbij. In een studio. Dus er was iemand die de stem van Edison nadeed. En dan, een beetje kinderlijke manier wel, maar dan toch zei van, Eureka, er was licht. Ja, bizar. Maar daar luisterde, dat moet je je ook weer voorstellen, daar luisterde echt half Amerika naar. En die deden allemaal tegelijk het licht aan en uit. En het licht moest even aan en uit gedaan worden. Dat was de oproep. Ja, dat moet een bizar evenement voor die mensen geweest zijn. Een beetje te vergelijken met de maanlanding en dat soort zaken. En the rest is history wat dat betreft. En Bernays heeft zijn stempel natuurlijk meer dan ooit gezet. Absoluut. Tony, zo staat het boek vol met voorbeelden, waardoor dit inderdaad een tijdloze communicatiebijbel is geworden. Ja. Ligt in de winkels, natuurlijk ook online verkrijgbaar. Ja, Tony overal. Dankjewel voor je komst naar de studio. 7D-TV kun je bekijken op YouTube. Meld je daar vooral aan als abonnee om meer van deze aflevering te bekijken. Tot de volgende keer.